mooie is dat je ziet al, je hoort en ziet allemaal dingen waar je niet direct bij stilstaat als je gewoon op de aarde bent. Je hebt zwaartekracht, alles is normaal. Ik bedoel, als ik dit bij jou doe, dan weet je dat het gewoon valt en klaar, het wordt nat. Ja, jammer. Maar in de ruimte is dat niet zo. Nee. Moet je even kijken hoe dat eruit ziet als jij... Ja, dit. Dit is dus echt zoals jij in de ruimte douchte. Ja, nou, we hebben of babydoekjes. Dat zijn allemaal van die babydoekjes over een ruimte. Of je doet het op deze manier, als je echt een beetje nat wil worden. Maar word je wel nat? Nou dan? Ja, je krijgt het water gaat, valt niet langs je lichaam naar beneden. Dus het blijft als een soort zo'n film blijft op je huid zitten. En ja, daar kun je natuurlijk allemaal leuke dingen mee doen. Voorzichtig bewegen, anders spat het natuurlijk alle kanten op. Hoe doe je behoeftes dan? Ja, hetzelfde manier. Dan moet je dat zweeft, dus je moet iets anders verzinnen. En dus dat gaat met een luchtstroom. He, dus je moet eerst een soort stofzuiger aanzetten voordat je naar de wc gaat. En als je dat vergeet, dan... Gaat je het rolletje zo... Precies. Die, moet je dus, die doen. Dus ja, het is een hele aparte wereld. Met vloeistoffen, hoe je slaapt. Maar natuurlijk ook de experimenten die we doen. Dus het is een hele rare wereld. En André, dat is stel nou dat je voor één dag terug kon. Hè? Ik bedoel, even, 2 weken geleden is zo'n toestel neergestort. Zou je dat doen? Zo'n toestel doen en omhoog vliegen? Ja. Nog even een dagje en dan weer terugvliegen? Ja, zeker. Ja, als voor de dag even naar het ruimtestation. Ja. Ja, fantastisch. Meteen. Ik weet niet wie het gaat betalen, maar dat is een ander verhaal. Dat is een dure grap. Daarom gaan we steeds een half jaar, want zo'n lancering kost natuurlijk een hoop geld. Nee, het is een hele bijzondere wereld. En daarom is het ook zo leuk om over te vertellen.